Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Sneeuwmail Sunday. Deze keer weer op Monday. Het is me niet gelukt om hem op tijd af te krijgen. Maar zoals beloofd zorg ik wel dat je hem gewoon alsnog van me hebt. Dus vandaag Sneeuwmail Sunday. Voordat we verder gaan. Ik weet het, ik heb geen make-up op. Ik heb een vrij rode huid. En voordat daar misschien opmerkingen over komen ofzo. Ik ben heel erg onzeker over dat mijn huid zo rood is. Ik vind het ook niet fijn om terug te kijken zo meteen. Dat weet ik nu al. Maar ik ben wat aan het proberen om te kijken dat als ik geen foundation bijvoorbeeld op doe, dat mijn huid dan ook wat rustiger blijft. Want ik heb het idee dat als ik meerdere dagen achter elkaar geen make-up op heb, dat mijn huid daar ja, rustiger van wordt en toch iets minder rood. Voor degene die het niet weet, ik heb rosacea. Dat betekent dat je ja, toch wel veel rode vlekken een beetje in je gezicht hebt. Voor mij zit dat voornamelijk hier en bij mijn neus. Ik kreeg vroeger heel vaak de vraag of ik was geweest skiën, omdat het dan lijkt alsof ik zeg maar een skibril op heb gehad en hier verbrand ben. Maar dat is dus niet zo. Ik heb gewoon een hele slechte huid. En dat is, ik denk, toch wel hetgene waar ik het meest onzeker over ben over mezelf. Dus ja, hopelijk komen er geen vervelende opmerkingen over. En omdat ik het wil uitproberen om te kijken of mijn huid dus beter wordt zonder make-up, film ik vandaag ook zonder make-up. Ik vind dat heel eng, ook omdat het nu op YouTube komt en dan voor iedereen te zien is. Voor altijd. Maar we doen het gewoon. This is me, zo ben ik gewoon, dus ja. Nu is het in ieder geval tijd voor een nieuwe Sneeuwmail Sunday. En ik wil weer van alles met je bespreken. Onder andere over InstaSwap. Die inschrijving is weer begonnen. Daar ga ik je zometeen meer over vertellen. Ik wil je ook hele leuke kaarten laten zien met hele mooie bladeren erop. Ik heb hele leuke post van jullie gekregen natuurlijk die ik wil laten zien. En ik ga je vertellen wie het kaartje van vorige keer heeft gewonnen. En natuurlijk wat het kaartje voor deze keer is. Maar dat zul je straks zien. Laten we het eerst nog even over InstaSwap hebben. InstaSwap is een soort uitwisseling van een leuk postpakketje. Je krijgt iemands Instagram pagina toegewezen. En op basis daarvan maak je iets leuks wat je met de post stuurt voor diegene. Het kan zijn een brievenbuspakketje. Het kan zijn een grote doos. Wat je maar wilt. Er zijn niet echt regels voor. Maar het is wel leuk om wat te mixen met zelfgemaakte dingen. En misschien een paar cadeautjes die je gekocht hebt. Ik twijfelde of ik mee wilde doen dit jaar. Ik denk het wel, maar ik heb me nog niet ingeschreven. Het kan geloof ik nog zo'n anderhalve week je inschrijven. Dus dat geldt ook voor jullie natuurlijk. Ik twijfelde omdat ik heb nou 3 keer meegedaan geloof ik. En over het algemeen heb ik er hele goede ervaringen mee. Hele leuke mensen die ook echt kijken van, oh wat past er bij je. Ik heb ook 1 keer gehad dat iemand vooral niet op mijn Instagram pagina heeft gekeken volgens mij. Want ja, het pakketje bestond dingen die ja, niet echt bij me passen of zo. En natuurlijk vind ik het nog steeds heel lief dat iemand de moeite doet om iets te sturen en te maken. Maar ik denk dat toch het leuke van zoiets is dat je het echt afstemt op de kleuren die je ziet op iemands Instagram. De materialen, misschien de hobby's van de persoon. En dit waren allemaal dingen die eigenlijk ja, niet echt bij me pasten, zeg maar. Dus ik twijfel nog een beetje, maar ik denk wel dat ik mee ga doen. Ik ben benieuwd of jullie ook mee gaan doen. Laat het me weten. Misschien is het leuk om daar een poll van te maken. Dat ga ik doen. Laat me weten of je meedoet. En laten we nu dan even kijken naar post die jullie gestuurd hebben. Vandaag begin ik met deze super vrolijke post van Teerza. Ik vind het er echt zo al heel erg leuk uitzien met al die washi tapejes. En zo ziet de achterkant eruit. En ik vind dit echt heel erg leuk gedaan. Ik vergeet altijd hoe zo'n ding heet. Een lettertong, denk ik. Maar ik vind het er altijd heel leuk uitzien in ieder geval. Als we hem openmaken, dan zien we hier papier. En het is heel speciaal papier, ik laat het je zo zien. En ook lekkere zakjes thee. Een paar theetjes die ik het lekkerst vind. Dus dit zijn Teerza's favorieten. Poeka vind ik ook hele lekkere thee. Ik heb wel eens bij mijn tante gedronken. Nighttime. Ik denk dat die wel lekker is om lekker mee te slapen. En green tea van Clipper. En ik denk dat dit de Earl Grey van Clipper is. Dat vind ik altijd heel erg lekker. Kijk eens wat voor bijzonder papier dit is met zo'n vlinder erin. En deze die heeft het ook. Hier staat ook nog een brief in. Dat laat ik niet zien. Maar ja, echt heel erg mooi papier. Ik ben benieuwd, Teerza, of je het zelf hebt gemaakt. Of dat je het ergens gekocht hebt of zo. Het ziet er heel mooi uit. Dan de volgende bladzijde. En die zit een beetje aan elkaar vastgeplakt. Zo, sorry dat die een klein beetje kapot is gegaan. Kijk zelf maar wat het is. En hier zitten de stickers in. Nou, laten we eens gaan kijken. Wat een leuke goodies, wat een schattige knijpertjes met bloemetjes erop. Ah, die vind ik echt heel erg lief. Deze is ook grappig, zeg. Ik denk dat dit knoopje op dit knijpertje nog heeft gezeten. Nou, dan plakken we die daar zelf nog aan vast. Heel erg leuk. En hier zitten dus stickers in. Heel schattig. Oeh, lekkere donut.
Duimpje omhoog als je donuts stiekem ook heel erg lekker vindt. Ik vind die met glazuur, met zo'n gekleurd glazuurlaag heel lekker. En dan geen vulling, daar hou ik niet van. Lekkere cakejes. Lieve hondjes. Hey, en ananassen, wat leuk. Dan zie ik hier nog een envelopje, of een zakje eigenlijk. Met een snor en hartjes. Thank you, bloemetjes. Allerlei mooie dingen, mooie plaatjes. Die zijn ook leuk om te gebruiken in een sneeuwmail. Dit is de een na laatste bladzijde en hier zitten nog allemaal goodies in. De laatste bladzijde laat ik je niet zien, want Tirza heeft daar een foto van zichzelf gedaan. En dat vind ik echt heel erg leuk. Maar wegens privacy dan ja, laat ik dat soort dingen niet zien. Maar echt heel leuk om eens te zien wie je bent, Tirza. Dus dankjewel voor de foto. En eens even kijken wat voor goodies dit zijn. Ah, wat grappig. Mooie bloemen. En een aantal veertjes. Oh, hoe heb je die er allemaal in gekregen? Hier zitten ook nog mooie tags in. En ik vind dit ook wel een heel leuk feestelijk plaatje. Dankjewel voor je mooie sneeuwmail, Tirza. Ik vind hem echt heel erg leuk. En leuk dat je ook een stukje dus over jezelf hebt geschreven met een foto erbij. Dankjewel. Dan heb ik hier sneeuwmail van Aukje. En deze begint ook al zo leuk. Met mijn naam erop en een vrolijk sterretje. Mooi papier ook. En hier flamingo's, helemaal goed. Als ik hem openmaak is dit het eerste wat ik zie. Hier zit een brief in van Aukje en ik vond hem echt heel erg lief. En ze schreef dat ik wel 10.000 abonnees verdien. Dus dat zou wel heel erg leuk zijn als dat zover is. We zitten nu bijna op de 3.000. Echt super gaaf. Vind ik echt heel erg leuk. Oké, hier staat goodies op. Laten we gaan kijken wat er dan in zit. Echt super veel. En ondertussen valt er ook dit kaartje ervan af. De nicht van Aukjes moeder heeft deze zelf ontworpen. Super leuk. We gaan nog even terug naar de goodies, want die had ik nog niet laten zien. Ik zie allemaal leuke stickers, sterretjes, een kat. Ah, kijk deze nou, die is echt zo schattig. Wat een leuke stickers. Ook die typemachine en die fiets. Die vind ik ook echt onwijs leuk. Is dit ook nog een kat? En dit is een muisje, maar die past wel leuk bij de kat. Wat leuk zeg. En hier nog een mooie sticker. Dankjewel voor deze leuke goodies. En ik zie hier nog meer goodies. Oh, zo. Dit zijn deze splitpennen. Die zijn ook mooie trouwens. Wat leuk. Dankjewel. En hier ook weer van dat leuke ananaspapier. Nou, hier zat dus het kaartje wat ik je net liet zien. En hier staat tea time. Eens even kijken. Er zijn allemaal zakjes thee erachter zitten. Oh, ze zitten mooi aan elkaar vast. Oh, dit is wel grappig. Er staat ook een vraag op. Heb je liever een jaar geen tv of een jaar geen snacks? Nou, dan liever een jaar geen tv. Ik kan echt niet zonder snack hoor. Ik moet af en toe even een koekje. Of misschien chips met guacamole. Lekker zeg, allemaal verschillende smaken. Ik ben een beetje verkouden nu, dus ik kan het niet echt ruiken. En ik zie het hier ook niet opstaan. Maar ik laat me gewoon lekker verrassen. Dankjewel, Aukje. Dan heb ik weer een vrolijke sneeuwmail. En deze is van Lieneke. En Lieneke had er ook een brief bij geschreven. Dat ze ook in januari jarig was geweest. En dat ze mij nog feliciteerde. Dat vond ik wel heel grappig. Jij ook nog gefeliciteerd, Lieneke, met je 13e verjaardag. En wat leuk dat je aan het haak bent en dat verkoopt. En dat mensen bij je bestellen. En Lieneke heeft er een postzegel bij gedaan. Dus ik ga je ook iets terugsturen. Kan misschien even duren, maar ik ga het doen. Super leuk dat je dat erbij hebt gedaan. En dan ga ik nu je sneeuwmail laten zien. En ik vond het zo leuk. Lieneke heeft namelijk heel veel met enveloppen gewerkt. Dus in de sneeuwmail zitten zeg maar allemaal enveloppen zoals je kunt zien. Laten we hier beginnen. En in deze envelop zit iets wat ik heel erg leuk vind. Of eigenlijk lekker moet ik zeggen. Namelijk thee van Clipper. En dit is mijn absolute favoriet. Maar ik vind eigenlijk alle thee van Clipper heel erg lekker. Dus dankjewel Lieneke daarvoor. En ik vind het echt een leuk idee van die enveloppen. Hier heb je dat eigenlijk ook weer, maar dan in een andere kleur. En dat past eigenlijk wel weer bij de voorkant van je sneeuwmail. Hier zitten stickers in. Oeh, en ik zie ook washi tape zie ik erin zitten. Kijk ook even naar de details, hè. Wat leuk dat je dit zo versierd hebt. Ah, wat leuk. Sommige stickers heeft Lieneke zelf gemaakt en sommige komen uit de Flow. Dus ik moet even goed graven, want het schijnt dat er onderin ook wat zit. En in het andere vakje zit gift tags, dus die pak ik er ook meteen even bij. Oh, wat leuk. Allemaal vogeltjes en thee-gerelateerde gift tags. Ja, dat is altijd goed natuurlijk. Oh, wat leuk. En hier ook in hetzelfde papier als de sneeuwmail zelf. Hier eentje die bij de brief past. En hier dus allemaal stickers. Oh, zo schattig. Deze koffer vind ik ook heel erg leuk. Wat een mooie sticker zeg. En hier met poster op. Dat is natuurlijk heel erg leuk om post mee te sturen.
Dankjewel, Lieneke. Volgende bladzijde staat om zelf te gebruiken. Eens even kijken wat erin zit. Hey, volgens mij zijn het allemaal kaartjes en enveloppen. Hier een mooie roze envelop. Een kaartje met de semermin. Deze ziet er leuk uit. Een envelop met stipjes. Oh, die vind ik echt heel erg leuk. En deze is van de HEMA, weet ik toevallig. Met briefpapier. En dat geldt ook voor deze. Die heb ik nog nooit in het echt gezien trouwens. Die is in dat thee-thema. Dus daar kunnen die gift tags er heel erg leuk bij. Wat alweer tof. Dankjewel. En ook super leuk dat jij er ook een foto bij hebt gedaan. Dankjewel voor je sneeuwmail. Dan is het tijd voor deze mooie lente sneeuwmail. Moet je nou kijken. Het is echt toch typisch lente. Zo met die vogeltjes, die kleurtjes. Spring. Ja, echt heel erg leuk. Hier word ik onwijs vrolijk van. En zo ziet het eruit aan de binnenkant. Deze vrolijke lente sneeuwmail is van Jessica. En die heeft ook weer een heel stuk over zichzelf geschreven. Super leuk om over je te lezen, meisje. Echt heel erg leuk. Van 17 jaar oud. Echt heel leuk ook dat jullie leeftijden ook zo verschillen steeds. En hier zijn nog allemaal goodies. Laten we die ook nog even bekijken. With much thanks. Wat leuk. Die ken ik nog helemaal niet. Oh, een poesiealbumplaatjes. Wow, dat is echt lang geleden. Wat schattig. En ze passen ook allemaal weer heel goed bij de lente. Dankjewel, lieve Jessica. Geen zorgen. Ik lees wel vaker dat mensen hun eerste sneeuwmail naar mij sturen. En ik vind het altijd super leuk. Gewoon het feit dat je al moeite doet om mij iets te sturen. En dat het dan ook nog zo vrolijk is. Dat vind ik echt super leuk. Dankjewel. Ja, zo onwijs lief weer. Iedereen ontzettend bedankt voor de superleuke post. Ik word er altijd onwijs vrolijk van. En ik ga je straks nog wat laten zien wat ik van jullie heb gekregen. Maar voor ik dat doe, laat ik je ook even zien welk kaartje ik deze keer ga versturen. En dat is dit kaartje van Little Lefty Lou. Ik zal hem even zo houden dat je hem goed kunt zien. Ik vond hem heel erg bij het thema van Sneeuwmail Sunday passen. Ik vind het gewoon een leuk kaartje. Ik ben onwijs fan van Little Lefty Lou. Ik vind Louisette van Little Lefty Lou gewoon heel erg leuk. Ik vind dat ze onwijs leuke kaartjes heeft. Ze heeft trouwens ook net nieuwe kaartjes toegevoegd afgelopen week. Dus kijk vooral even op haar Etsy. Ik vind het gewoon een topmens. En ik vind dat je zulke kleine ondernemers die gewoon zelf dingen maken, dat je die ook gewoon moet ondersteunen en een beetje support moet geven. Dus show her some love. Ik heb het vaker gezegd, maar ik vind het gewoon een heel tof mens. Dus dat heeft ze ook absoluut verdiend. Dit kaartje kun je dus winnen. Dat was ik aan het vertellen. En laat me gewoon even in de comments weten. Als je dit kaartje wil winnen, dan laat ik je de volgende keer weten wie hem gewonnen heeft. Nou heb ik nog meer leuke dingen die ik je wil laten zien. Onder andere deze kaarten. Ga ik je zo meteen meer over laten zien. Ik ga je laten weten wie het kaartje van vorige week heeft gewonnen. Dit lentekaartje. Maar voor we dat doen, gaan we even naar de reclame. Ik hou persoonlijk niet ervan om heel veel reclame in YouTube-video's te gooien. Maar het helpt mij wel om af en toe reclame te laten zien, zodat ik zelf ook weer wat kan groeien op YouTube. Dus hopelijk begrijp je dat. We gaan even naar de reclame en daarna ben ik weer terug met Sneeuwmail Sunday. Dan gaan we nu weer verder en ik heb hier hele mooie kaarten van Dream Key. En wat ik zelf heel erg tof vind, is dat het dus allemaal een beetje zo'n plantenthema is. Allemaal mooie bladeren en allemaal verschillende bladeren. Ik vind het zelf heel erg mooi om bijvoorbeeld in huis op te hangen. Ik dacht misschien hier in deze kast, omdat hier ook al een aantal plantjes staan, om dat misschien wat meer te doen. Ik had het nog niet helemaal bedacht. Dit is een setje van 10 kaarten. Deze 10 die je dus hier ziet. En deze kocht ik bij specialairmail.nl. Ik zal de link ook even in de beschrijving zetten. En dit setje van 10 kost €7,95 en dan heb je dus 10 kaarten, wat ik in verhouding best wel te doen vind op zich. Ik bedoel losse kaarten zijn ook niet de allergoedkoopste. Ja, en ik vind het gewoon hele mooie prints. Het heeft een beetje iets waterverfachtigs, als je begrijpt wat ik bedoel. Zeg maar, het is niet helemaal effen en dat vind ik wel heel erg mooi hieraan. Mooie frisse kleuren groen. En dus allemaal verschillende bladeren. En zoals ik zei, ik vind ze gewoon onwijs mooi om bijvoorbeeld een mooi plekje in huis te geven. Maar het kan er ook heel erg leuk uitzien om ze op een cadeautje vast te binden met een stuk jute touw. En er dan een leuk berichtje achterop te schrijven voor degene aan wie je het cadeautje geeft. Dus dit wilde ik je gewoon graag even laten zien. Het zijn dus 10 verschillende kaarten. Dan ga ik je nu vertellen wie dit leuke kaartje... Ja, het is een beetje raar om over je eigen kaart te zeggen dat het een leuk kaartje is. Maar wie dit vrolijke lentekaartje heeft gewonnen. Dit is dus de achterkant. Dit kaartje gaat deze keer naar Deborah Goudsbloem. Dus Deborah, laat me vooral even weten op contact@elisedingen wat je adres is waar ik het kaartje heen mag sturen. Dan zorg ik dat hij jouw kant op komt. En als allerlaatste ga ik je nog laten zien wat er in deze enveloppen zit.
Hier heb ik hele bijzondere post van Naomi. Naomi is 14 jaar en ze vertelde me dat ze vorig jaar in het ziekenhuis belandde. Ik ga er niet te veel over vertellen, want ik weet niet of Naomi dat goed vindt. Maar ik heb je brief gelezen, Naomi. En wow, wat een lieve woorden en ook wat een gedoe waar je doorheen bent gegaan. Wat vervelend. Maar ik vind het zo leuk om te lezen dat mijn video's je opvrolijken. En dat je zo toch ook een beetje een hobby hebt, zeg maar. Echt onwijs lief. En kijk nou even wat een mooi kaartje. A cup of tea is like a hug. Nou, dat is absoluut zo. Als je het kaartje opent, dan vind je hier de brief die Naomi heeft geschreven. Maar ja, die heb ik eruit gehaald. En kijk, ik vind het er zo leuk uitzien. Zo vrolijk. Deze is losgegaan, maar volgens mij zijn het een paar van die sticky notes. Hier een zakje thee. Nou, daar maak je mij altijd blij mee. Daar word ik altijd heel vrolijk van. Letters are better than emails. Ben ik het onwijs met je eens. Sticky bookmarks. Ah, dan is deze denk ik daar uitgevallen. Wat leuk. Enjoy Blue Skies. Daar heb ik een washi tapeje van. Maar nog geen bookmark. Dus die past er goed bij. Dankjewel. Thank you for you. Echt onwijs lief. Naomi, ik vind het echt super tof dat je je verhaal hebt gedeeld in een brief. Echt heel erg lief. En bedankt voor je leuke kaartje. Ik word hier echt super vrolijk van. Dan is dit de volgende vrolijke envelop die we gaan openen. En dit haal ik eruit. Mooie kaartjes, een brief en twee zakjes thee. Lekker. Ik ben echt heel benieuwd hoe choco-thee zou moeten smaken. Maar yogi thee is altijd wel lekker, dus daar ben ik heel erg blij mee. En kijk deze mooie kaartjes. Wees de verandering die je in de wereld wil zien. Mooie tekst. En klik met een camera. Zit met verf. Het voelt niet als verf, maar het lijkt wel op verf. Ik vind het in ieder geval heel erg mooi. En dit is dus de brief die erbij hoort. Deze vrolijke post is van Joan. En wat ik zo mooi vind, Joan, is dat je schrijft dat je zo blij van me wordt. En dat je me een lief, vrolijk en positief persoon vindt. Ik word daar zo vrolijk van al die lieve woorden die ik steeds van jullie terugkrijg. Bedankt voor je mooie zelfgemaakte kaartjes, voor je leuke post en voor je lieve woorden. En ik vind het leuk om te lezen dat je weer lekker creatief bezig bent. Ik zou zeggen, ga lekker zo door. En trouwens, mijn nagellak past ook nog eens bij je kaartjes. Dankjewel, Joan. Deze vrolijke post is van Rebecca. Dit is wat ik zie als ik de envelop openmaak. En dit kaartje die om zelf te versturen nog is. Dankjewel. Ik vind het heel erg leuk, want het is 1. Het woord hello. 2. Een kaartje van de HEMA. Die vind ik altijd vet leuk. En 3. In groen en blauwe tinten. Daar hou ik ook heel erg van. En dan hier dus je mooie sneeuwmail. Wat leuk dat je dit zo met duct tape hebt gedaan. Dat kan natuurlijk heel goed. En de achterkant is ander papier dan de voorkant. Voor Elise met een mooie cupcake hierop. En als we hem openmaken is dit wat ik zie. Ha, dat glaasje drinken vind ik leuk. Briefje. Hier staat een leuke tip op hoe je een soort waterverf idee creëert. En hier is nog de gewone brief. Een lief briefje van Rebecca. En natuurlijk ben ik blij met zo'n vrolijke gekleurde sneeuwmail. Vet leuk. Goodies zie ik hier. Ik zie hier wat groene papiertjes. Mintgroen. Het is precies de kleur van mijn fiets. Vet leuk. En dan hier nog meer goodies. En kijk hoe vrolijke boel dit zo bij elkaar is. Echt heel erg leuk. Oeh, volgens mij zie ik hier stickers. Happy Holidays staat erop. En hier nog wat van die kopjes thee. Voor als je een uitnodiging maakt. Heel erg leuk. En hier nog theepotjes. Ah, zo leuk. Moet je kijken ook, wat een mooi handschrift. En dan zien we dit op de volgende bladzijde. Hi, T. Vet grappige sticker vind ik dat. Yummy. En hier een theekopje for you. Wat ziet het er leuk uit zeg. Kijk, maak eerst deze. Ah, kijk. Een zakje thee. Groene thee, daar hou ik heel erg van. Dankjewel, wat leuk. En wat zou er dan in dit kleine vakje nog zitten? Ah, oh, wat schattig. Theekopjes confetti. Ah, vet leuk. Cool, ik kan zo echt wel een hele theesneeuwmail maken. Wat leuk. Onwijs bedankt voor je vrolijke sneeuwmail, Rebecca. Echt super leuk. Dit was weer Sneeuwmail Sunday voor deze keer. Onwijs bedankt voor het kijken en iedereen die wat gestuurd heeft. Onwijs bedankt voor jullie super lieve post. Zat je post er nou deze keer niet bij, dan kun je hem zeker verwachten in de volgende aflevering over 2 weken. En tot die tijd heb ik nog genoeg andere leuke video's voor je. Dus hopelijk zie ik je snel weer terug bij een andere video.
dan heb ik misschien weer make-up op. Ik hoop dat je het weer leuk vond. En abonneren is gratis. En ik zou het heel erg gezellig vinden om je de volgende keer weer terug te zien. En we zitten bijna op de 3000 abonnees. Ik vind het zo erg spannend. Ik vind het gewoon onwijs leuk dat ik door jullie steun, jullie hulp, jullie leuke reacties, jullie duimpjes omhoog, zo kan groeien op YouTube. En gewoon ja, nog meer kan doen waar ik heel erg vrolijk van word. Dus jullie onwijs bedankt daarvoor. Ik vind het echt heel erg tof. En jullie maken me super blij. Ik zie je heel graag terug bij een volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei!